Dus nu ben je niet alleen boos op Laura en Robert, maar ook op mij. Ik had liever gehad dat onze relatie zakelijk was gebleven. Dat is dat nooit geweest. Ik heb je alleen maar aangenomen om Amy plezier te doen. Maar je doet het goed, dus ik wil je graag houden. In ieder geval dat je gaat verhuizen. En hoe ga je dat doen trouwens in Utrecht? Nee? Zonder geld, zonder dat je iemand kent. Weet je, stel, jij hebt gedwongen omdat je in de gevangenis zat. Een heel belangrijke fase in je leven moet overslaan. Puberen. Losmaken van je ouders, je afzetten. En het lijkt wel op alsof je dat nu wil inhalen. Maar de enige die je daarmee hebt, ben jezelf. Ja, dus het is nu tijd om een volwassen relatie met je ouders op te bouwen. En als je dat hebt, dan ben je klaar om op kamers te gaan. Phil, kunnen we wat afspreken? Natuurlijk. Altijd. Waar en wanneer? Straks. De koning. Prima. Tot zo.